Welkom mensen bij weer een gloednieuwe video. Vandaag heb ik een leuke video voor jullie dat ik Fortnite ga spelen in Minecraft. Toevallig hebben we dit op de DDG server gedaan. Ik was namelijk aan het zoeken voor een leuke server van Fortnite in Minecraft. En toen kwam ik tegen dat DDG dat ook gewoon gedaan had. Was me helemaal voorbij gelopen. Ik heb in ieder geval dit met een aantal mensen gedaan. Was hartstikke leuk. Twee potjes ervan heb ik in ieder geval opgenomen. Eén oefenpotje hadden we daarvoor gespeeld. En ja, ik hoop in ieder geval dat jullie daar van gaan genieten. Verder even shout-out naar de volgende kijkers. Wil je jezelf terugzien? Laat dan even een leuke reactie achter. En zorg dat je geabonneerd bent. Heb je verder nog ideeën voor toekomstige video's? Laat het zeker even achter in de reacties hier beneden. En veel kijkplezier. Dan gaan we lekker Battle Royale doen, jongens. Lekker knallen. Hebben jullie hier trouwens ook verschillende maps? Of is het de sneeuw? Ja, het is nu een andere map, toch of niet? Ja, het is niet sneeuw, maar... Even kijken welke nou hebben. Dat is gewoon een grote map. Deze anders. Oh, deze is wel anders, ja. Of tenminste, ik weet het wel. Ja, of het is gewoon aan de andere kant van de map. Nee, deze is anders. Dit is met zo die woonweek. De andere was met vliegveld. Ja, jongens, deze man is bekend in deze game. Hij heeft al gewonnen. Hij is bekend, jongen. Lekker man. Als we allemaal lieven, dan start de game niet. Wat zeg je? Als we met z'n allen lieven, start de game niet. Maar wie is bekend met deze game? Ah, nou, iemand zei dit met de woonwijk, dus ik dacht, die kent hem. We gaan gewoon lekker knallen. U kan nog niet uit het vliegtuig springen. Springen. Lego, lekker man. Mike, het wapenschiet een beetje is wel even wennen. Zodat het naar boven gaat. Ja, gewoon. Ik had echt het gevoel alsof die gast die mij net killde niet eens gehit werd. Ja, dat komt door dat stil. Ja. Het stil dat we best wel een beetje opritten. Ik ben de murder. We gaan eens even kijken, mooi plekje. Ik vind een beetje jammer dat de map zo langzaam inlaat als je met een Elytra vliegt. In tip hier. Dit is ook een beetje aan mijn PC, maar... In bossen betreden. Echt waar. Chest. Demon chest. Hoe heb je eigenlijk jump boost? Dat is echt kapot hier van. Dat is goed. Hey, kan het kloppen dat ik nou al een shield heb? Ja, kan. Oh, maar wie schiet er op mijn aas? Nee, doe dat niet. Oh, man. Dat is geluk hebben, hè. Hey, wat zijn nou eigenlijk de beste wapens? De G36 of... De grote vooral. De A, bla bla bla. Die is beter. AK van M16 zijn gebruikt. Oh, lekker man. Of die health boost, wat was dat nou? Shield. Ja. Kun je chesten? Hop. Ik was al meteen dood. Ik was nog niet deze niet anders van neergestart. Maar die hebben jullie niet in meerdere levels, die health boost. Nee. Ja, dat is prima. Dan gaan we gewoon eens even mannetjes zoeken. Je kan niet alles hebben. Wat kun je kan vinden? Je kunt wel alles hebben. Ik kan niet alles hebben, maar ik kan wel alles hebben. Ja. Misschien moet ik mijn render distance matchen. Oh! Kom, wat is dit nou? Goed, gekke schiet wapen dan. Schrik me rot! Oh, ik probeerde mijn stenen zwaard bij elkaar te doen, maar het kan blijkbaar niet. De map is echt groot man, holy shit. Misschien kan je hem in je tweede slot doen. Van je nee! Misschien meer wapens in de game stoppen. Ik vind het helemaal niks. Oh, geen wonder dat het net niet zo goed ging. Dit is een 3 round burst. Ja, ik vind het gewoon veel. Nu waarom jullie geen wapens kunnen vinden. Ah, nice. Hebben ze. Een leuke potje spelen. Lekker Sam. Mensen komen hier gewoon een keer beter. Ja. Snap het ook wel hoor. Ik bedoel, die space wel lekker, maar ja. We gaan eens even kijken of hier nog maar chests zijn die niet geloot zijn. Heb je trouwens fall damage? Ja. Oké. Okay. Je kan gewoon spatie klikken en dan vlieg je weer met je Elytra dus. Nee. Nee. Bedankt. Dan ben ik een paar hartjes kwijt. Graag gedaan. Oh nee! Nou wel helemaal. Wat doe je dan? Rennen. Jongens, ik heb een low gemaakt. Hoeveel health boost kan je achter elkaar nemen? Ik kan er twee delen. Maar eentje. Ik geef hem over. Is het een revolver game of zo? Ik vind alleen maar revolvers. Nou, dan weet ik niet wat jij allemaal vindt. Hoe reload je? Reload je automatisch of moet je dan ook echt drukken? Als je nog eens gaat schieten, zie je geen kogels meer in je wapens. Mogelijk. Nee, attachments. Dan is je wapen gewoon op, dan is die weg. Ah, oh! Ja. Oh, het is ook een beurs. Dat is bij een andere game. Oh, dat is wel vervelend. Dan moet ik even inderdaad even opletten. Dat is een leuk wapen wat ik nu heb. Anders een chestje. Maar als je genoeg revolvers hebt, heb je altijd een revolver. Dat is wel grappig, want ik vind eigenlijk echt alleen maar zwaardjes. Wat leuk. Dan heb je echt bad luck, want ik heb echt wel 3 M16's. Ja. Nou, welke is nou ik heb ook wel wat revolvers, hoor. Maar ja,
Maar ja, ik voelde die 3M16's. Hoe knallen? Maar lekker. Als je de wapen op is, dan verdwijnt hij ook gewoon nog wat. Ja, want stemmen ze op jouw vraag, ja, die krijgen serieus. Oh. Zijn er mensen die hier aan het verstoppen zijn in dat bos? Ja, daar zit er al in. Jongens, ik kom net iemand in. Ja, wacht even. Oké, hoor. Nee. Ik heb een kill. Ik heb die Volvo, dat is echt vet lastig schieten, man. Oké. Die zet dat helemaal goed. Oh nee. Rennen, rennen. Ik haal het zo. Hup, hup, hup. Oh, ik heb wel mijn ammo op één iemand leeggeschoten. Ah, shit. Dat is ook slim. Even kijken. Dan dropt diegene geen stuff als je hem dood hebt. Ja, dat zou wel chill zijn eigenlijk. Is dat in ieder geval niet zo is. Zeker als je geen wapens vindt, plafan. M16'tje. Lekker man. Is die wel full auto? Ja, ook burst. Oké. Is ook goed. Prima. Waar zijn ze? Ik zag net wel iemand met een mooie blauwe skin. Hey, Dennis. Ik heb echt een derp skin genomen. Die had iemand op de straat een beetje... Die Syntiax? Ik weet het niet, ik heb zijn naam niet gezien. Ja, nee, dat zie je. Oh, dan is het inderdaad niet zo moeilijk. Dit is hoe je mensen bang maakt. Zeg gewoon even op tab klikken, kijk naar de kleur van de skin. En zeg, hey, ik zag iemand. Ik had nog heel veel medkits, dus je had me niet dood kunnen krijgen. Ja, maar je gaat... Zou ik wat medkits mogen lenen of niet? Dan geef ze later wat terug. Iemand moet gewoon snel met de keybinds kunnen gaan. Maar ik had alleen maar revolvers, zoals dat voor de waar zit ergens die storm? Oh, ik zie het al. Ja, ik zie het ook niet. Het is inderdaad best wel een grote map, ja. Maar ik zat vanzelf merken, neem ik aan. Ja. Waarom kun je geen beugje in en dan ga je. Oh! Oh, je raakte mijn hart, ouwe. What the fuck? Ja. Nee! Oh, yes! Oh, twee hartjes over. Nee. Was de M16 ook beurs? Ja, die was wel beurs, ja. Ik heb mezelf aangeleerd om niet meer mijn rechtermuisje op in te houden. Want dan schiet ik maar één keer en dan is het gedaan. Ja, precies. Ik wil echt weten wat die pikken doet. Ja, die schiet de varken af. Ja, maar ik zie dat vark dan niet meer. Ik moet wel zeggen, het is wel best wel een uitdaging dat schieten. Het is wel vecht wel een oefening, dat is wel leuk eigenlijk. Ja, oh man, schrik me dood. Ja, helaas. Achtste geworden. Toen ik net uitkwam, hadden we echt alle maps vol. Was echt nog 70 man, zo'n één potje. Dat lekker gewoon... man. Daar gaan we. Ik had nog maar 9 kogels gepemst. Daar gaan ze. Kwaad heeft geworden. Kwaad? Ben benieuwd wat voor map we nu hebben. Gewoon voor deze was volgens mij dezelfde als de eerste. Maar dat is geen probleem. Ja, vliegveldje. YouTuber focus. Ja, het is maar goed dat je geen namen kan zien, anders wist ik wel dat ik degene was die het eerste werd gedankt hier. Ja, deze is ook prima. Jongens, we gaan voor de twee mensen achter elkaar. Jongens, stiekem ga ik gewoon twee keer mijn eigen naam doorgeven die je heeft gewonnen. Oké, dat is zo goed. Kan je maken. Ik zal daar mijn inbod even aan leggen. Martijn, als je mijn naam doorgeven. Wat gek. Waarom moet ik jou niet focussen? Oh jongens, heb ik gewoon iedereen. Ik loop al dagen te sparen. Hé, wie mijn focus ik ben ook een speler nou. Ik krijg geen lobby XP. Oké, ik ga je vanavond die gekukte lanen. We gaan ook niet wel spelen. Okay. Hey, het is wel solo, hè? We gaan niet. Mila, nu gun ik jou wel de winnen. Nou, als we nog in de finale komen. Oeh, daar gaan ze. Dit zou wel echt legit fucking mee zijn. En dan zegt hij: oké, je mag me kennen. Dan schiet hij jou gewoon in één keer neer. Die veld. Oeh. Ja, oh, shit. Oeh. Ja, we moeten een mooi plekje uit. Oeh. Oh nee. Wat, je kan kisten slaan. Hé, hey, wat is hier gaande? Met mij niet, jongen. Blijkbaar, kom ik net achter. Komt er ook een dag. Oh nee, hij heeft al een kistje gevonden, zeker. Oh, ik heb liever schieten dan deze gym booster. Oké, wie is deze gast? Maak die blokken voor zijn kop. Nee! Nee, maar. Hey. Wat is hier, wat doen jullie? We zijn in de battle. Oké. Okay. We zijn lekker Battle Royale aan het spelen. Oh, die revolver die is echt Die revolver moet je ook niet kiezen, man. Die schiet alle kanten op. Ja, inderdaad. Als je klikt... Oh.
Zelfs kapitein Haak kan een beetje meer richten, joh. Hey, kapitein wie? Hey, kapitein Haak. Maar die heeft helemaal geen wapen. Nee, die heeft helemaal geen revolver. Ik weet niet wat je zegt. Ik weet niet wat voor jeugd jij hebt gehad, maar... Shit. Ik kan dit Hoi, hoi, mensen. Lol, ik sta gewoon letterlijk naast je. Ga je toch niet mee in de kutje? Wat doet iedereen kan hier? Kan iemand mij even moeten naar economie algemeen? Ik doe mee met het event. Ik doe het gevecht. Oh, er is een event. Het is wel best donker, moet ik zeggen. Ja, wie de fuck is dit? Ja, maar ik ook. Oké, echt wie de fuck is dit? Rolof Sarambe, admiraal generaal Adin en admiraal generaal Adin. Kan iemand eens even moven? Dan, naar mijn is dood. Oh, is koud. Wat moet je doen als je vast zit? Hopen dat je overleeft. Heel hard killen. Want ik ben gewoon op die grote toren. Sorry. Alleen er is geen kap. Oh, denk je al voor de keer V-loot. Kap niet in, geen V-loot. Ja. Kun je ons even moven? Grote toren, ja? Zo moven. Ja, naar economie channel. Want we waren gekikt voor inactiviteit, maar er staat nu een wachtwoord op. Oh, hier is die trap. Wacht even. Onderste twee mensen zijn Godlof Sarambe. Weet maar allebei al admiraal, generaal en dan... Dat zeg maar. Oh, kom dan, shot. Jongen! Boom! Wordt er daarna nog een potje maar, Robin. Hoeveel ammo heb ik nog? Bijna niks. Bolame! Hier zit eentje. Klas de molle. Nee, mijn wapens niet. Is er iemand nou gekilled of fall damage? Huts! Oh, sure. Oh, maar jij speelt. Jij bent met shitcraft stappen. Jij kan het veel beter. Ik schoot alles raak volgens mij. Ik ben niet echt de fans van. Wat kan nu zo? Even rustig aan, joh. Maar jij mag een move. Hallo. Schieten, lekker. Wel jammer dat je hier geen schietgeluiden hebt. Dat zou wel echt vet zijn. Heb je wel? Je hebt schietgeluiden. Ja. Oké, ik ben niet zo. Ik hoor niet zo. Mooi, ik heb het koud, man. Misschien je geluiden hadden zetten. Ik kan je ons move, hè? We hebben echt iemand schieten armor, jongen. We moeten echt op tijd eigenlijk. Oké, wacht even. Lekker Lars. Hoe ik het beter, jongen. Economie algemeen. Even een tip met die revolver. Ja, je moet gewoon echt letterlijk aimen naar de grond. En dan kan je een beetje raken. Dat is die channel die op slot staat. Om het je schiet standaard gewoon 5 blokken hoger dan waar je richt. Dat is wel mooi, man. Echt scheef, volgens mij. Ik denk het wel. Hij schiet niet echt naar de zijkant, dus dat is eigenlijk wel fijn. Nou, je bent bijna uit de toren, hoor. Wie zei dat? Onderste de admiraal generaal. Hey, ik ben generaal kanon. Ik ken jou kanonnen. Nou, ik zie die lobby XP al verdwijnen, jongens. Die gaan er nu vandoor. Hier is zwaardgevechtje, jongens. Huppakee. Oh, met z'n drieën zelfs. Wordt hierna nog een potje gespeeld. Beamers. Hey, Drolly. Ja. Wil je mij ook even moven? Jij bent bezig. Hey, kan je generaal kanon ook even moven? Wie is dat? Nee, wie is generaal kanon? Kanon. Een aparte naam. Wow, yo! Oh nee. Wat? Ik word helemaal. Wie is die kerstman? Ga weg! Hey, dat zit ook niet leuk. Kill hem! Kill hem in de iron! Ik heb je nog gevraagd, jongens! Ah nee! Lekker, Mila. Kills! 5 kills achter elkaar! Ik heb een kill! 5 kills achter elkaar! Mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je hem leuk? Laat zeker even een duimpje omhoog achter. Ben je nieuw, vergeet niet te abonneren. Wil je zoiets vaker zien? Laat het even weten. Of wil je graag andere dingen zien die we op servers doen of met Sand samen? Laat het allemaal even achter. En dan zien we jullie de volgende keer weer. Later hè.